Tom gaat naar Squallenwest. Hij leidt zijn rechtaske op het onrjocht. Zal ik het fruitbakje even uit die rechtaske, Helly Tomke? Nee, net omkomen, Cornelia. Ik haal een cadeautje voor die makken. Voor Heitedai. Een cadeautje van mij? Ik mijn Heitedai? Ja, want do bist de leefste Cornelia van de hele wereld. Ik is bij het cadeautje wel zien, Letier. Nee, do meist het cadeautje ik net zien. Het is geheim. Ik weet al wat. Ik verstop je het cadeautje. Cornelia lakert en jouw Tomke gauw een tuutje. Tomke neemt de rechtas. Hij giet naar zijn kjemmeke om het cadeautje te verstopjen. Waar zal ik het cadeautje voor Heitedai verstopje? Cornelia mag het net vien, hè? Tomke zal het cadeautje onder zijn kessen verstopje. Nee, dat kan Cornelia het best te makkelijk vinden. Oh, ik weet al wat. Ik verstop je het pakje in mijn leerskes, in de kast. Tomke doet de kast die op hem. Hij wil het cadeautje in een leerstropje. Maar wat is dat? Nou. Het cadeautje past er net in. Wat maak ik nou? Hij denkt en denkt. Ik weet al wat. Ik verstop je mijn cadeautje in de bak met Lego-blokken. Ja, dat is een goed idee. Dat vindt Cornelia het nooit. Hij leidt het cadeautje onder in de Lego-bak. En op het cadeautje smiet hij de Lego-blokken. Fort is het cadeautje. Dan zet er Beer direct nog bovenop. Zo. Goed op Cornelia cadeautje passen, Beer. Het is nacht. Boeten schijnt te morgen. Cornelia sliept en Tomke sliept ik. Romke kan net sliepen. Hij doet de eigen dicht, maar jouwt niet. Hij moet heel tiet aan het cadeautje van Cornelia denken. Waar zou Tomke dat verstoppen? Morgen is het Heitedai. En dan krijgt Cornelia een cadeautje. En als het Memmedai is, ik. Romke wordt een beetje leuk. Hij stapt uit de koer en tript het om de koer heen. Heitedai, Memmedai, het is nooit eens Romkedai. Ik wil ook wel een mooi cadeautje. Ik wil een Romkedai. Ik wil een Romkedai. Ik wil dat ik Cornelia hier kouder in de koer. Cornelia werd wekker. Ze zit rjocht oorijn in haar bed. Hier? Ze harkt. Ik dacht dat ik Romke jerde. Nou, jij ik niet meer. Nou, dan zeg ik het wel dringend, denk ik. Cornelia sliep verder. Waar zou Tomke dat cadeautje verstoppen? En wat zou erin zitten? Misschien wel een cadeautje van mij. En net van Cornelia. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik zie het cadeautje gewoon op. Romke harkt het scherp met beide eren. Snurk. Tot Cornelia. Voorzichtig stapt Romke uit de koer. Heel stil sloept er door de keuken naar de sliepkamer van Tomke. Waar zal ik eerst zieken? Onder zijn kessen? Oeh, pas op, Romke. Zo. Ik schouw een pootje onder zijn kessen. Oeps. Lekker stiepe, Tomke. Even vielen. Nee. Geen cadeautje. Romke, zie ik het verder. Snuf. Tot de hoenen snuit hoe de vlieën. Romke gaat naar de kast. Heel stil maakte de kast iepen. Daar rook ik wat bij de leerskes. Ja.
Dit mag het cadeautje wezen. Romke snuffelt om de lezen. Plof. Er valt een lezen om. Romke schrikt. Zo Tomke wekken worden? Door Tomke. Gelukkig. Hij sliept weer verder. Nee, in de kast is het cadeautje. Ik net. Beter ziek je, Romke. Tot Romke zien snuit. Hij giert rjocht naar de Lego-bak. Ik rook het cadeautje. In de Lego-bak. Onder Beer. Romke leidt Beer op een vlier en springt in de Lego-kisten. Bij de poortjes begint het te graven in de Lego. De blokken vliegen hem om de eren. Ja, ik zie het cadeautje. Hebbes. Oeh, kousje wat erin zit. In Ian giet het licht in de kamer aan. En daar stiet Cornelia. Huh? En Tomke is ik wekker worden. Huh? Romke, wat toch sto midden in de nacht op Tomke zijn kamer. In zijn Lego-bak. Kom eruit, ontdogens gewoon. Ik moet ziekje. Oh, ik weet het al, Cornelia. Romke ziekert het cadeautje van High Today. Tien cadeautje. Romke, oh, wij vinden dat het leerste hondje van de hele vrouwtje. Wist toch wat? Morgen vieren wij net al in Heitedij. Maar ik, Romkedij. En dan maak ik een cadeautje voor jou. Beloofd? Ja. De oren dijs krijgt Cornelia haar cadeautje. Het is een foto van Tomke. Tomke had zelfs een liske verven met kleurde blomkes. Romke krijgt ek een foto van Tomke. Op zijn fotoliske had Tomke geen blomkes verven, maar al je bonken. Mooi! Af. Nou is het echt Heitedai. En Romkedai. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jou is het daar nog gauw een... Tot.